Yo guys, van Gamer Max, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de collectie laten zien van Duitsland. We zijn natuurlijk al in Duitsland geweest. Wil je de shopping video zien, moet je even op mijn kanaal kijken. Jullie horen wel een beetje echo, dat komt door de ruimte, daar kan ik niks doen. Maar ik ga jullie laten zien wat we gekocht hebben. Het is in totaal 250 euro ongeveer en dan kan je een heleboel verkopen in Duitsland. Dus we gaan beginnen. Nou, laten we beginnen onderaan, bij de pijlen. Van de Norma de Ultimate Mix, dat zijn 8 pijlen plus nog een beetje klein spul. Dan gaan we door naar de Galahad pijlen van de Aldi. Lijken me wel tof. Dan gaan we door naar het knalpakketje van de Lidl. Ik moet wel even goed in beeld brengen. Het knalpakketje van de Aldi. Deze zijn wel grappig, vind ik zelf. Dan hebben we hier de pijlen van de Lidl. Deze zijn een stuk groter dan die andere pijlen. Kijk maar. Dus dat is zeker tof. De High Speed Bumps. Nou, dan gaan we door naar al die cakes. Nou, laten we bij de fonteinen beginnen. We hebben hier een laserfontein van de Lidl en een Merlin fontein van de Aldi. 2 keer de Elysium van de Lidl. 3 keer de Discovery van de Lidl. De Uranus van de Lidl. Dat zijn dan de fonteinen. Dan hebben we hier nog Shox. 10 flashbangs van de Lidl. Kubische kanonslagen van de Lidl. En kubische kanonslagen van de Aldi. Precies hetzelfde, maar ja, grappig om erbij te hebben. Deze heb ik nog nooit gezien. De Star Rockets van de Lidl kost maar 3 euro of zo. Als je de prijzen wil weten van wat het allemaal heeft gekost, alles staat in de beschrijving per stuk. Dus dat staat bijvoorbeeld 16 keer 8 dus, maar dan staat er 3 euro achter. Omdat die gewoon 3 euro per stuk kost en niet om 16 bij elkaar, maar dat snappen jullie wel. In ieder geval, we hebben dus, ja, dan gaan we zo meteen beginnen. We hebben 2 keer de Black Ice, kijk maar. Hop en hop. 2 keer de Black Ice. 1 keer de Swords of Fire van de, deze Black Ice van de Lidl en de Swords of Fire van Aldi. Paint the Sky van de Lidl, 2 keer de Mystic Moments van de Aldi, 3 keer de Alligator van de Lidl, 1 keer de Hellboy van de Lidl. Dan hebben we de Artus mensen, de Artus, oftewel de Reno Potion, hoe die ook heet, 16 keer, hier staan er ook nog 2 tussen, 16 keer, kijk op. 16 keer 16 shots, dat is een heleboel. 3 euro per stuk, in totaal kostte die in totaal 48 euro, maar ja, daar heb je ook wat voor, dus super tof. Ja, die zijn het beste vind ik zelf, daarom nam ik ook zoveel mee. De 16 Artussen van Helios Firework, vuurwerk of hoe het ook wil zeggen. 16 shots, ik vind hem heel mooi voor 3 euro. Nou, dan hebben we nog 5 keer de map Histos Fire, nou, van de Norma, 4 euro per stuk. Kijk maar even, staan ze allemaal. En dan heb ik iets vergeten, volgens mij heb ik niks vergeten. Dit heb ik dus gekocht in Duitsland, het is ruim 250 euro. De prijzen die staan in de beschrijving. Dus ja, check even de beschrijving als je wil weten de prijzen. Heb je de shopping video niet gezien, dat staat online. Dat we dit gaan halen in de winkels, dus wil je dat zien? Check even mijn kanaal en dan bedankt jullie voor het kijken. En de video van de compilatie komt zeker snel online. En tot de volgende keer, doei! En vergeet zeker niet die like te doen.